Go TJ! Abonances. Welkom bij de Scone Villains! Hey, top dat je weer kijkt. Sorry. Mijn naam is Dennis, achter de camera wederom TJ. We gaan deze aflevering, of tenminste ik, ga deze aflevering weer iets, als het goed is, pittigs eten. Ik krijg zoals elke uitzending, krijg ik weer een cadeautje van TJ. Elke uitzending? Aflevering. Ja, dat gaan we nog een keer doen. Waar was je? Overnieuw. Overnieuw. Ja. Uitzending. Waarom? Mij heeft een hele pepernieuws. Ik ga deze aflevering weer iets pittigs eten en beoordelen. Want als het goed is, krijg ik weer een cadeautje van TJ. Zoals elke keer. En goed, ik ben heel erg benieuwd. Het beoordelen doe ik op de volgende drie punten. Dat is de smaak, pittigheid en hoe erg ik ervan ga zweten. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal. Als je het leuk vindt natuurlijk. Anders vertel tegen je vrienden die het wel leuk vinden. En geef even een like. Let's go. Ben je klaar voor? Ja. Ik heb extra mijn best gedaan op inpakpapier deze keer. Okay. Ja? Komt ie, ja? Ik kan dit, hè? Ja, goed, man. Kijken. Ja. Altijd goed. Vind je het mooi? Ja. Ik vind het super mooi. Super. Do not try this at home. Van onze vrienden van Heat Supply. Shout out, beter. Supplies. Leuk. Ik snap het. Het is de Burn After Eating a Hot Sauce by Karma Sauce. Ja. Yep. Mooi. Mooi. Ik ga deze saus eten. Waarmee ga je hem eten, Dennis? Op de Nederlandse lekkernij Kibbeling. Kibbeling. Qua Scoville zit het rond de 670.000 Scoville punten. En dat is hier, daar. Hm. Precies goed. Oké, okay. Karma Burn After Eating Hot Sauce. Oké, okay. Let's go. Zo, chic, draai het dopje. Oeh. Altijd schudden voor gebruik. En je vinger op het dopje, want je weet nooit wat er heen gaat van. Alright, nou, smaaktest. Ruikt goed? Ja, mag ik ruiken? Ja. Oh, het prikt een beetje mijn neus. Dat is niet goed. Ik ruik toch wel weer iets barbecue-achtigs of zo. En ginger extract, dat is wat ik ruik. Jemmer. Voor ons Nederlandse vertaling. Oh, ik heb hier zin in. Ja? Echt lang geen kibbeling meer dan. Nou, niet te Frans, zou ik zeggen. Oké, okay, het is semi-dik. Zit veel? 670.000, daar kan wel een beetje bij. Zo! Lekker sausje. Ik zou het niet aan je kinderen geven, maar een beetje tranen doen. Ja. Oké, okay. Smaak. Nou, ik heb de ingrediënten natuurlijk gelezen. En ik krijg ook meteen slijm in mijn mond, dus dat is een goed teken. Mijn mond is een klein beetje verdoofd, niet heel erg. Ik voel langzaam dat ik begin te zweten. Pittigheid, zeker wel aanwezig. Dat zag je wel aan mijn reactie, denk ik. Zo! De smaak is dus, je proeft wel echt de gember. En er is nog iets, maar gewoon echt een hele smaakvolle saus. De smaak geef ik een cijfer van, nou, ik denk toch wel een 8. Ja, 8. 8 voor de smaak. Pittigheid, een 6. Hij is wel echt pittig.
Maar ik ben bang dat ik nog veel hetere dingen te verduren krijg. Oké, dat ga ik niet meer doen. Zweten, nou, ja. Nou, een 2. 2, misschien 3. En dat was het eigenlijk. Echt een hele lekkere saus. Echt wel heel pittig, maar goed te doen. Omdat het een gemberachtige smaak is, zou die goed gaan bij kip. Kip, vis, garnalen. Garnalen mag niet eerlijk. Tietje ook, maar ik ga geen hete saus, ik ben alleen maar kibbeling. Ik wil ook wil je ook? Ja, doe maar met saus. Niet zoveel. Ja, heb je echt voorkeur? Nee, dan doen we erop. Niet zoveel. Nee. Oeh, dat vond ik eng. Ja. Oh, dat vind ik mooi. Kijk voor TJ. Oh. Eet smakelijk. Dankjewel. Dus, de burn after eating. A hot sauce by Karma Sauce. Te bestellen bij Heat Supply. Hier ergens onder of daarboven in beeld. Misschien ergens in de comments. Laat weten wat je vond van het filmpje. Nogmaals, abonneer je op ons kanaal. Geef even een like als je het leuk vindt en deel met je vrienden. En we zien jullie bij de volgende editie. Later!